Nee! Ik ga verliezen. Wat is het? En een hoppip. Ah, wat ben jij een lul? Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomized Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Hallo, Sander is niet bereikbaar vandaag. Och. Spreek een bericht in na de piep. Piep. Nu mag het. Dus wat was je bericht? Niks. Oh, dat scheelt. Dat scheelt. Nou, ik zou wel weer eventjes wel zijn voor vandaag. Nou, dat is fijn. Als jij nou eens eventjes opschiet, dan ga ik alvast beginnen met de eerste trial. Ja, maar ik weet niet welke kant ik op moet. Moet ik nou gewoon teruglopen en naar boven? Ja, terug naar boven en dan zeg maar rechtdoor. Waarom zit deze rock hier dan met een heel weggetje? Ja, voor die pokebal dus alleen maar. Ja, eigenlijk wel. En die Mantine hoef je dus ook niks mee te doen? Nog niet, maar daar kom je zeg maar terug als je het hele eiland hebt gehad. Oké. Okay. Maar jij had een fossiel gekregen. Krijg je ook binnenkort dat je die kunt reviven? Of is dat in deze game iets later? Ik weet het niet precies, maar ik weet wel waar ongeveer. Als ik het tegenkom, dan weet ik het meteen, zeg maar. Ik weet alleen even niet uit mijn hoofd welk eiland dat is. Ik zit te bedenken van waar dat is in deze game. Maar elke keer bedenk ik, oh ja, dat is daar bij die grond, zeg maar. Maar dat is Sword and Shield, dat telt niet. Sorry. Ja, nee, het is in deze game is dat bij zo'n caravan die ergens in een klein gangetje zit, zeg maar. Volgens mij is het op het tweede eiland. Ah. Oh, oeps. Ik deed per ongeluk speed-up. Het spijt me. Ik geloof er niks van. Ik hoop dat je me ooit geeft. Nee, maar ik ging heel snel weer uit. Dus ik heb Sacred Ash gevonden. Volgens mij is dat goed. Nee. Nee? Nee, dat... Dan kan dat je niet one hit KO, toch? Nee. Sacred Ash is... Oh, ja. Dat je al je fainted Pokémon worden... full health gemaakt. Maar ja, daar hebben we niks aan, want we doen een shuddling of zo. Normaal is het super cool. Die berries. Ik durf eigenlijk niet. Oh, Dire Hit. Dat is mooi veel geld. Oeh, een Mienshow, die mag ik. Waterstone! Ja, heb ik op zich nu nog niet nodig. Maar dat is wel Poch. Ja, dat is wel iets waar je iets aan zou kunnen hebben, zeg maar. Ja. Zeker ook als je... Oh, maar ik mag deze nog helemaal niet vangen natuurlijk. Kut. Welke? Ja, Mienshow, die mag ik straks wel vangen, maar nu nog niet. Omdat, hoe heet het, ik nu in de trial zit, dan mag ik ze niet vangen. Oh, zo. Ik dacht, wegens typing, ik zit dat te denken van, hè? Mm-hmm. Maar je mag toch gewoon, als het alleen nog psychic is, dan mag je toch wel vangen als hij later fighting wordt. Maar... Nee, maar hij is natuurlijk al fighting. Ja, dat dacht ik dus ook, maar doordat jij zei, ja, ik mag hem nog niet vangen, dacht ik, wacht. Oh, dat zal die wel nog niet. Zover zijn. Oké, een encounter. Welke boy is dit? Het is je Dragonite boy. Flying Dragon, dus die mag ik niet. Het was gezellig, Dragonite. Leuk dat je er ook was. Ga je wel verslaan voor de XP'tjes of zo? Dat schijnt wel poggers te zijn. Heb ik ooit een keer gehoord hoor, maar... Ja. We zullen het nu zien met onze eigen ogen of dat poggers wordt... Heb je zeker uit betrouwbare bron? Zeer betrouwbare bron. Namelijk Dumpert. Oh. Ja, sorry. Dat was de eerste sarcastische website waar ik aan kon denken. De speld. Oh ja. Geen stel. Toen was het stil. Ja. Echt ook hoor. Maar... Toen was het niveau naar beneden gegaan. Nou, ik vind geen stel wel erger dan Dumpert. Maar of dat nou echt zoveel scheelt. Ja, het scheelt misschien niet heel veel, maar ik heb gewoon niet zoveel met die Dennis Schouten, weet je wel. Hij zit daar nu niet meer, maar... Wat had hij daar ooit bij dan? Dat weet ik niet. Ja, dat wist ik niet. Ik wist wel dat hij lang bij Pauwnieuws zat. Oh ja, dat bedoelde ik. Pauwnieuws is... Ik dacht dat geen stijl en Pauwnieuws hetzelfde was.
Nou, misschien ooit, maar niet dat ik weet. Oké. Okay. Weet niet, ik vind... Zeg maar, ik vond het... Roddelpraat is zo'n serie die doet met Jan Roos. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik vond dat voor 3 afleveringen echt geweldig. En toen was het zo van, oh ja. Weet je, het is gewoon... Het wordt alleen maar zeiken op iedereen. En dat heb je heel snel gezien. Ja, ik vind die Jan Roos al helemaal verschrikkelijk. Ja, snap. Dat deed heel weinig damage. Birdtown houdt van me. Hij liet hartjes zien. Ah, wat cute. En Devs een traantje weg, Pinkie. Eventjes. Had je nou trouwens bij deze aflevering gezorgd dat hij geluid wel opneemt? Ja. Oké. Okay. Direct aangepast. Dus als je in de vorige aflevering denkt, Sander, waarom sta je stil? Nou, dat is dus om die reden, om dat direct aan te passen, zodat het nooit meer fout gaat. Ah. Dus. Durf ik deze vrouw... Jawel. Het is maar een... Oeh, dat heeft ace trainer. Nee, geen ace trainer. Het is een schoolgirl. Een les, ook goed. Allemaal hetzelfde. Ja joh, al die classes maakt ook niet uit. Behalve champion, gym leader en elite 4. Precies. Nou ja, ace trainers zijn ook wel kut. Want die hebben meestal gewoon 1 hele goede Pokémon. Ja, oké. Okay. Staravia! Ik vind Staravia echt een van de coolste early bird Pokémon, denk ik wel. Ik vind dat de coolste. Ja, Staraptor dan, maar hoe heet het? Ja, oké, okay, maar eventjes die line, zeg ja, maar. Ja, vind ik ook de vetste. Ik vind het de vetste. Welke heb je in je... Oh, dat is Hoothoot, ja. En ik moet zeggen dat Talo en Swallow bij mij op nummer 2 staan. Oh ja, dat snap ik wel, ja. Ik vind Noctil wel vet, van Gen 2, alleen ik heb niet zoveel met Hoothoot of zo. Nou is dat ook niet veel erg, want dat is de eerste evolution. Mm-hmm. Maar, ja, ik weet niet. Maar ik vind het gewoon vet dat Ash gewoon een shiny heeft. Ja. Wow. Ja, die shiny vind ik ook oprecht een hele mooie shiny. Ja, het is gewoon subtle, maar wel vet. Ja. Oh, dat is zo'n hou. Die ken ik. Van Pokémon Sun and Moon en Ultra Sun and Moon. Dat klopt, ik wist ja. niet eens dat die ook in deze game zat, joh. Sander, wat denk je dat we spelen? Pokémon Alola? Ja. Ik heb wel geleerd hoe ik hallo moet zeggen. Ik wou net zeggen, dit is Pokémon. Hoe zeg je hallo? Hallo tutorial. Ja. Hallo simulator. Pokémon editie. Oké. Geef me iets goeds. Cassipberry. Lapaberry. Oké. Ice Gem. Oké. Luck Incense. Een item. It doubles prize money. Oh ja, die Luck Incense is wel nice. Dat is een goede investering. Dat is een goede investering. Ja. Energy Root. Dat is ook een goede. Pixie Plate. Oh, Fairy Type. Ah. Duskstone, Moonstone. Oh, dat zijn wel nice. Dan weet je in ieder geval waar je die moet halen. Metal Coat ga ik even halen hoor. En Black Sludge. Restores HP van Pokémon. Ja. Ik vind het echt leuk dat we dingen spelen. Dat we randomized spelen. Het geeft toch een extra dimensie. Ik weet niet of we dat nog steeds zeggen als we straks tegen Totem Rayquaza moeten. Maar dat is dan weer wat anders. Ja, nou, daar wil ik nog niet aan denken. Oké. Okay. Ja, ik ben bijna bij de totem. Jesse krijgt een Black Sludge. Metal Coat. Geef maar tegen Pharaoh. De eerste evolutie. Pharaoh. Sparrow? Nee, die Pharaoh Seed of Thorn. Oh. Ook van de twee. Seed. Want het is een zaadje. Oh, ik moet nog ergens een Pokémon vinden. Would you like to rest your Pokémon? Ja, maar natuurlijk, Nurse Joy. Voor jou altijd. Vandaag kom ik wel mee.
bent vaak genoeg vergeten in Sol Link. wat moet ik doen? Wat? Salessel. Waarom kan ik niet weg? Awesome, do it, Gamers B, do it. Hè? Oh, je moet eerst op de... Je moet wel goed kijken wat je moet doen, hè. Je moet eerst op de Rotom's ogen drukken. Op de Rotom's... Oh! Wat? What the fuck? Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Right now. Je kan van oh, ik moet naar boven? Krijgen. Nee, nee, nee. Je krijgt boosts van Rotom. Dat is ook nieuw in deze game. Oké, okay, ik snap er echt niks van, maar oké. Okay. Weet je wat we straks ook krijgen waarschijnlijk? Wat verder in de game? Een tutorial van Festival Plaza, dat was altijd kut. Oh, die hebben we mogelijk al gedaan trouwens. Oh, echt? Ja, ik had per ongeluk... Ja, dat is echt kut. Ik heb per ongeluk op Festival Plaza gedaan in plaats van... ik weet niet meer in plaats van... Wat, hetgeen wat er boven staat, waarschijnlijk Back of Pokémon. Oh ja. En toen moest ik dus eerst een heel ding aan horen. En ik wist ook niet hoe ik daar wegkwam. Maar je moet dus eerst die hele tutorial doen. En dan kun je op weg drukken. Wat ook nergens op slaat. Maar goed. Ik ga zien welke totem ik krijg, Sanne. Ik heb een lava cookie. Volgens mij is die best goed. Toch? Nee, dat valt wel mee. Daar kan ik niet zoveel mee. Maar ik krijg dus zo te zien wat de totem is. De totem is... Pom, 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 een vanillite. Of een vanillish. Bah. Oké, dat moet te doen zijn. Maar ja, hij kan zomaar een Kyurem inroepen. Dus. Ja, ik heb een static. Een Buizel. Oh, volgens mij heb ik trouwens al een Floatzel. Denk me net in de box. Ja, klopt. Kan ik het checken? Ja, dat heb je. Dat weet ik zeker. Oh, dan ga ik Buizel niet. Nou, en anders... Hoewel ik Buizel heel vet vind, maar... Oeh, Oricorio heeft die ingeroepen. Oeh, een Electabuzz. Kom ik hier tegen. Couldn't get away. Oké. Okay. Als jij het zo wil spelen, jongen, dan ga ik jou smackdown alsof je niks bent. Vanillish is dood. Electabuzz ook. Nice. Ik wil nog eventjes kijken of er ook nog een, hoe heet het? Berries hier zitten, maar zo te zien niet. Volgens mij ga je gewoon elke keer tegen die Buizel, of moet je hem eerst verslaan of zo? Dat zal wel. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Electrobal. Neer. Smokeball. Kijk, nu krijg ik Iron. Rosalie Berry. En nog Rosalie Berry. Oké. Okay. Nou. Ik denk dat we de gym in gaan. Of trial. Ja, ik heb de trial net verslagen. Ik hoop dus wel dat ik gesaved heb nadat ik die Festival Plaza ding heb gedaan. Want dan hoef ik straks die tutorial niet te doen. Ja. Maar het kan ook zijn dat ik dacht van, ah, dat boeit toch niet. Ik had niet verwacht dat dat ook echt een benodigdheden was. Ja, volgens mij wel. Echt in de tutorial kreeg, maar... Okay. Ik heb een Normalium Z. Och. Oké, ik ben nu in de trial, dus ik loop niet heel ver achter, denk ik. Okay. Of de trial moet heel lang duren. Maar dat kan ik me niet herinneren. Zie Crystal, ja, ik snap hoe dit werkt. Ik moet alleen eventjes weten... Oeh, ik krijg 10 Great Balls van Illama. Wojo. Wat een generous guy. Echt, hè? Trial start. Oké, hoe werkte dit ook weer?
Je moest toch in die dingetjes kijken? Ja, in die holletjes. Ja. En dan... Oeh, Bayleaf! Wat een cutie. Hi, Bayleaf. I can fly. Je kan hem nu nog niet vangen, hè? Ja, weet ik. Maar ik wil hem wel. Ik wil hem ook als shiny, maar... dat duurt ook al een hele lange tijd voordat dat gebeurt, hè. Oké, okay, dan doen we zo'n Furycuter. En dan is hij wel neer. Doei, Bayleaf. Ik vind Bayleaf zo cute in anime, hè. Echt een cutie. Still two more Pokémon to defeat. There's nothing inside, ja. Ik moet niet te veel aanspammen, dus. Oh, deze Jinx waar ik tegen vecht heeft de ability Primordial Sea. Dat is van Kyogre zijn origin form, zeg maar. Dat het altijd regent. Ah. Dat is best een heftige... Een heftige ability. Ja, snap ik. Snap ik. Minor is toch alleen rock? Minior. Ja. Ik weet het niet. Dan? Ik weet het eigenlijk niet. Ik hoop het maar. Dan ga ik gewoon naar lichtpuntje. Dan doe ik gewoon zo'n water bubble attack. En dan boom. Doe water bubble attack. Hey, Totodile. Oh, die is cute. Oh, die mag ik ook vangen. Alleen jij niet. Nee. Tota Delay. Die ben ik dus ook nou op zoek voor zo'n shiny en hardgold. Yep. Ja, dat duurt allemaal zo lang. Hoeveel encounters had jij eigenlijk die shiny toen? 2900 kan dat. Wow, dat is echt vet snel. Ja, ik had hem best wel snel. Hey, chargeback. Nog, ook nog niet eens op half de odds. Nope, nee, ik had hem maar dat kwam gewoon omdat... Zeg maar, ik wil het niet te vaak doen op stream, omdat het gewoon zo... Ja. Zeg maar, het is zo dodend op stream. Vooral als je niet echt iets om te zeggen hebt of zo. Mm-hmm. Dan kan je beter Mario Party spelen. Ja, dan kan ik tenminste nog rage. Oh, een Dream Ball! Hey! Ik denk dat ik terug moet naar die, om die Kyork te vangen dan. Nee, die Kyurem bedoel je dan? Of? Kyork, Kyurem, ja. Dat bedoelde ik wel inderdaad. Hoe kom ik daar boven nou weer dan? Oh, zo. Ah. Nou, dat. Nothing inside? Waarom gaat hij dan ook steeds wegrennen? Dat hoeft niet. Moet ik weer die plank op waarbij ik bijna doodval? Oh nee. Hoe kom ik daar dan? Ik vind dit voor een 10-jarige vind ik dit nog wel een opdracht dat je op zo'n plank moet lopen zonder te vallen. Vind ik nog aardig. Wat? Oh, gaat die weer weg? Moet je iets speciaals doen of zo? Speciaal lopen? Dat nee, die... je moet nu hem zeg maar bij de derde plek, dus helemaal links, moet je hem ook weer tegenkomen. Of moet ja, je ook weer gaan ik drukken? Ja, dat heb ik en dan? Heb je het nu bij 3 plekken gedaan? Ja. Als het goed is, als je dan verder loopt, komt op een gegeven moment Team Skull. Ja, precies. Ik zie hem al. Alweer, gasten, hebben jullie... Echt, dit zijn van die uitkeringtrekkers, hoor. Die doen de hele dag niks en wel psycho op hoe de overheid kut is. Gaan ze op Marky Boy psycho, oftewel op mij, want ja. Zie vorige aflevering. Ja. Oh, god. Oh, dat wist jij natuurlijk nog nee. Niet. Oh, spoiler. Ah, oh, shit. Ja. Oh, volgens mij is Rock super effective op ijs, toch? Ik weet dan het allemaal niet. Dan kan ik wel een smackdown doen op Twine-up. Dat deed wel veel damage, maar het was niet super effective. Dat is dan wel weer jammer. Dat is zeer jammer. Omdat hij ook ground is, dat dan elkaar verheft of zo. Of dat ijs gewoon niet eens super effective. Dat Rock niet eens super effective is op ijs. Maar Sander, vraag je. Als ik kan. Ik weet alleen mijn vraag niet meer. Dat is onhandig. Volgens mij moet ik tegen een pumpkaboe nou. Ja. Nee, ik weet het niet meer. Laat maar.
had het mee te maken met de game? Dat weet ik ook niet meer. Ja. Doe jij dat Cure ook wel eens? Of sla je dat op? Nee, ik doe dat nooit. Dat heb ik nog nooit gedaan zelfs. Ik weet niet eens hoe het moet. Oh, ik doe dat dus wel. Gewoon puur omdat ik dan weet dat ze soms, als het anders een one-hit KO is, dat ze dan op 1 HP leven. Door affection of zo. Oké, ja, dat vind ik wel logisch. Ik wil gewoon een coole Pokémon. Nou, deze gast ook afmaken? Oh nee. Moet ik nou gewoon... There's one more Pokémon. Oh ja, ik heb die Pokémon natuurlijk nooit. Opnieuw. Nee, ze staan... Die Pokémon nooit, want ik ben tegen Skull en toen dacht ik, ja, I did it. The trial is gone, zo. So. Maar dat is niet. Dat is niet. Diggersby. Kuram. Oh! Een Spoink, die kan volgens mij alleen maar splitten. Alhoewel, in latere gens misschien niet. Jij was toch de Spoink-verdediger tegen mij? De Grumpig-verdediger? Nou, kijk, weet je wat het is? Spoink is in het begin echt kut, maar Grumpig is best chill. Oké, vooruit. En het is gewoon een Psychic-type. Een Psychic-type is over het algemeen best goed. Dus... Ja. Maar als ik tegen een Spoink moet, ja, dan is het wel easy kill. Jigglypuff. Zegt hij nou head inside terwijl ik juist naar buiten ga? What the fuck? Dit is niet inside. What the fuck? Ik ben gescamd. Ik ben benieuwd welke Pokémon jouw totem is. Ja, misschien heb ik even moeten healen nu je het zegt. Oh, het is zo'n Alola Raticate. Ja, maar dat is hem niet. Wat een haters. Ik denk dat het een Groudon wordt. Oeh, een Gardevoir. Maar die mag ik niet vangen. Nee! Ik ga verliezen. Wat is het? Een Hoppip. Ah, wat ben jij een lul. Wat ben jij een lul, zeg. Dat vindt hij leuk, hè? Dat vindt hij leuk. Ik denk, ik ga je even pranken. Oh, hij heeft wel Fairy Wind, hoor. Oh, dat doet echt niks. Maar hij kan nog een ally Pokémon. Misschien heb ik mezelf nu gejinxed en krijgt hij een vet goed... Dat zou ik wel geniaal vinden. Nee. Oké, ik moet eventjes iets opzoeken. Wat? Hè? Als hij Explosion heeft, hè? Electrode? Nee, Regirock. Ik heb hem zelf gejinxed. Tja, dat gebeurt. Explosion level 1. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oké, wie heeft de hoogste defense? Kunnen we Explosion Claws doen trouwens? Nee, grapje. Dat was maar, zelf wat idee. Heb je geen waterpokémon die hem one-hit kan KO'en? Ja, maar dan moet ik nu switchen. En dan is het alsnog. Ja, maar doet hij die pas Explosion als hij op de helft van zijn health is? Weet ik niet hoor. Ik kan naar Pfizer, want die is tenminste Steel Resist. Rock denk ik ook. Maar dat weet ik niet zeker. Steel weet ik het zeker, dat normal Steel Resist. En die heeft ook nog... Ja, heeft hij nou meer defense? Steel zijn ook. Hij heeft wel meer defense. Eén defense meer. Fuck it. Ik ga het doen. Ja, maar die Hoppip vind ik niet zo eng. Oh, als hij een ground type... Hij heeft toch geen ground type, hè? Ja, nee. Hij heeft Bulldoze op level 1, kan die hebben. Ja, dan moet je... Ja, dan moet je echt geluk hebben. Op Steel. Oké, wat is het... Physical defense van Lantern is alleen niet zo hoog. En er is dus ook nog een Hoppip. Maar goed, dat kan die denk ik wel surviven. Oh, wat. Ik werd bijna genaaid ook. Ik moest zeggen de Shinotic met Aftermath. Dus ik had hem gekillt en toen kreeg ik nog damage. Hoppip de tackle. Charge Beam. Hoezo kan die Charge Beam? Oh, dat doet echt niks. Oké, dat is... Special Attack Rose.
bubbel hit beide. Oké, okay, yeah, sure. Ik moet toch iets. Ik doe veel te weinig. Tackle. Bulldoze. Oeh. Lukt het allemaal, Sander? Ik leef nog. Dat is Roto Boost, wat doet dat? Ah, dan boost hij iets voor jou in ieder geval. Wow, yo, wat valt er hier? Oh, Reggie Rock! Die mag ik vangen! Jee. Oké, okay, wacht, welke attacks heeft hij? Hij heeft Bulldoze. Hij heeft Charge Beam. Shit, dus hij kan nog twee attacks hebben. Dus dat zou Explosion, Stomp en Rock Throw kunnen zijn. Sander? Ik heb, ben ergens achtergekomen. Nou? De Dream Balls zijn dus niet 100% catch rate. Oh. Dus dan gebruik ik mijn Master Ball wel en dan kan ik gewoon die Dream Balls gaan kopen bij de... Ja. Bij die in de Pokémon Center. Ik ben nu gepoisoned. Ik ga naar Steenboy. Dat is een risk, maar Rock, als het goed is, zou dat ook moeten resisten. Daarnaast, ik denk dat Ground ook op Rock not very effective is. Op normal effectiveness. Ik ga het nu opzoeken. Oh, Ground is twee keer tegen Rock. Ja, dan wordt het wel weer. Armaldo. Als Ground nou vier keer is, want het zou ook nog wel eens vier keer kunnen zijn met de dinges. Oh nee, oké, okay, Ground is keer 1. Dan heeft hij nog Rock, dat is wel keer 2. En Normal Resist. Ja. Dan ga ik toch naar Armaldo. Hopende dat het goed komt. Stomp, oké. Okay. Hij heeft dus tot nu toe Stomp, Charge Beam en Bulldoze. Dus het kan zijn dat hij geen... Explosion heeft. Ja. Dat zou super chill zijn. Dan doe ik Water Gun. Aan de andere kant, hij heeft ook nog één attack die hij dus nog niet heeft gedaan. Dat is of Rock Throw. Het is Rock Throw. Maar hij miste? Ja, het is Rock Throw, maar hij miste. Lekker baby. Nee. Oh, dan ga ik winnen. Oké, okay, doe Water Gun, dat killt, toch? Vanaf deze range. Ja, yes, oké. Okay. En dan kan je die Hoppip killen met nog zo'n Fury Cutter. Nice. Ik wil nog niet verder gaan, aangezien ik dan een beetje ver voorloop. Ga kijken wat dit voor Pokémon is. Maar je kunt ook Pokémon tegenkomen. Die mag ik vangen. Een Bronzong. Ja, die mag ik inderdaad vangen. En dat is Psych. Of ja, Steel. Ook Psychic, maar Steel, dat is de reden waarom je mag vangen namelijk. Ja. Oeh, dat is zeer nice. Oeh, ik moet wel uitkijken dat mijn dinges niet doodgaat. Oh, Armaldo draait om. Oh, hij is poisoned. Dat kun je ook gewoon fixen in deze game. Dat vind ik zo chill, hè. Heel veel mensen zeggen, ja, maar de game wordt dan zo makkelijk. Gast, het is een fucking randomizer, laat me. Ik heb al een Darkrai gevochten, ik heb al een Regirock gevochten en ik ben al een Torterra verloren. Dus ik vind op zich dat het niet heel makkelijk was op zich. Nee. Daarnaast, ik kan X en Y ook niet voltooien zonder devs, dus true story, voor mij is alles moeilijk. Trouwens, mensen vonden deze game heel makkelijk, maar ik zat op een gegeven moment bij die Ground Trial. Zat ik best wel eventjes vast bij die... Ja, en hier zijn... Het is nu dat het... ding is dat het randomized is. Maar normaal zijn de trials van Ultra Sun and Moon ook moeilijker dan van gewone Sun and Moon. Oh, en wij hebben dan daar bovenop nog eens een randomizer gegooid. Ja, maar dat maakt het voor mij nu wel makkelijker. Trouwens, jij moest ook tegen een Hoppip die niet zo heel veel kan, hè? Dat is waar, maar die Regirock was ik wel echt even bang hoor. Snap ik. Alleen, weet je, ik zit nou aan iets te denken dat we best wel veel geluk hebben. We spelen natuurlijk een randomizer
Dus die Ultra Necrozma is helemaal geen Ultra Necrozma. Ja. Ja, dus daar hoeven en we helemaal... En dat is geluk, omdat? Omdat Ultra Necrozma de Nuzlocke killer is, zeg maar. Die is zo fucking goed. Alleen ja, als het geen Ultra Necrozma is, dan kunnen we hem gewoon aan. Ik moet nog tegen twee aliens vechten, denk ik. Nu. Of hoef je daar niet tegen te vechten? Nee, daar hoef je niet tegen te vechten. Ik vind die aliens zo'n rare toevoeging. Sorry dat ik het zeg, maar... Nou, maar hun zijn niet per se aliens. Nou, zo zien ze daar anders wel uit. Ze hebben alleen een pakje aan. Oh, wauw, een Sixagoon. Die heb ik trouwens al. Oh nee, ik heb een Linoon. Ik heb nog geen Sixagoon. Ik dacht dat je wel een Sixagoon had. Nee, ook een Sixagoon. Ik dacht dat ik een Linoon had en dat ik die Galarian had genoemd, maar dan was het de Sixagoon die ik Galarian heb genoemd. Oh, nee! Nee! Ik loop voorbij de TM. Sad. What the fuck? Wat is een Serowaura? Is dat... Een Serowaura? Die heb of ik shiny. Is een electric bug? Dat is een... gewoon pure electric volgens mij. Ja, dan ga ik wegrennen. Couldn't get away. Is dit een mythical? Ja. Ja, dat dacht ik. Ik wil eigenlijk eventjes gauw die TM weer pakken. Maar nu gaan al die totem... Pokémon's moeilijk doen. Even te denken. Nou, ik word er zo zat van. Sorry Milan, maar het moet. Wat ga je doen? Nee, gaat. Wat gaat hij gewoon versnellen? Hoe durft hij? Oh, een camera. Oh. Oeh, die mag ik ook vangen volgens mij. Volgens mij is hij fighting. Ik ga wel runnen, want. Als ik die tegenkom, dan gaat hij sowieso in mijn team. Ja, die is goed. Nu niet weer van de ledge afspringen. Close combat. Als jij die had gehad, dan was het echt poch geweest. Want jij hebt waarschijnlijk ook nog heel veel die dat kunnen. Ja, ik krijg instant... Tenminste, ik neem aan dat je zo de randomize hebt ingesteld. Dat doe ik namelijk altijd. Ja. Maar ik heb... Incinerate kreeg ik daar. Zullen wij de aflevering beëindigen? Yo, wacht heel eventjes. Ik kom net een Trevenant tegen. Die wil ik heel graag eigenlijk. Nou ja, die is gras, dus dat mag. Fairy Cutter, zal dat Fury Cutter is trouwens, maar niet Fairy Cutter. Hou jij van het snijden van veetjes? Oké, geen crit, Armaldo. Geen crit! Was de crit? Het killde in ieder geval. Maar dan kom je toch gewoon weer nog een Trevenant tegen. Ja, waarschijnlijk wel. Ik vergeet eventjes dat het niet werkt zoals een echte Nuzlocke, zeg maar. Of nou, niet dat het geen echte Nuzlocke is, maar... Avatar Lorcaner heeft niet de regel dat de eerste encounter een precies. Ding is. Kunnen we dan de aflevering beëindigen? Wat mij betreft, ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet Sander's kanaal te checken in de beschrijving. Wat? Ik zei belletje. Belletje, ja, belletje mag ook. Doe even belletje. Doe een bronzong tegen mij. Ja, precies. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.